Gadokari. My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunst bewezen des Heeren dat we niet zijn omgekomen. Is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle de problemen ba boom om met jou. Goedendag kijkers en luisteraars, hartelijk welkom bij dit programma. Het is wederom een voorrecht voor mij om in uw huiskamer te mogen zijn met dit programma. Om u te bemoedigen vanuit dat woord van God. En deze dag wil ik u zeggen dat God van u houdt. En dat God een plan heeft met ons leven. En een van de dingen die God van ons wil, is dat we elkander moeten lief hebben. Weet u, in Matteüs hoofdstuk 22... vers 37, daar gaan we lezen eigenlijk het grote gebod. De Bijbel zegt, toen hij zeide tot hem, gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, vers 39, daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan zegt hij in vers 40, aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wanneer we dit lezen, dan zien we dat een van de fariseeën gehoord hadden, dat hij de Sadduceeën tot zwijgen gebracht had, zegt de Bijbel in vers 34. En ze kwamen bijeen en een van ze kwam, een wetgeleerde, en vroeg de Heer Jezus eigenlijk om hem te verzoeken. En hij vroeg de Heer Jezus van, meester, wat is het grote gebod in de wet? En de Heer Jezus gaf hem als antwoord. Hij zegt van, je zal de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand. En dan zegt hij, tweede daaraan gelijk is, je zal je naaste lief hebben. Je zal je naaste lief hebben als uzelf. Wanneer we elkaar willen lief hebben, dan moet u één ding weten, dat niet een emotionele keuze is. Elkaar lief hebben. Het is een keuze die u maakt vanuit uw hart, maar het is ook vanuit dat woord van God. Omdat u één ding moet weten, dat wij mensen, we kunnen veranderen. Andere mensen kunnen veranderen. Ze kunnen vandaag iets van u hebben ervaren. En iets geweldigs van u. En ze zijn zo blij met u. Ze zijn zo emotioneel. U hebt ze geholpen misschien. Ze hadden niet verwacht. Ze hadden nooit gedacht van u. En ze zijn zo blij. En ze voelen iets voor u. Een bepaalde liefde. Maar weet u, dat is niet iets dat blijvend is. Want er zullen momenten zijn waar dat gevoel weggaat. Maar wanneer we praten over elkaar lief hebben, dan is het heel iets anders. Het is niet iets dat tijdelijk is. Het is niet iets dat te maken heeft met alleen maar emoties. Maar het is iets dat ondanks alle omstandigheden, ondanks hoe die persoon zich ook gedraagt tegenover ons, God wil dat we elkaar zullen lief hebben. Wanneer we kijken wie God is, de Bijbel zegt dat God liefde is. In 1 Johannes zegt hij, God is liefde. Maar wanneer we kijken hoe hij de mensen geschapen heeft, in Genesis hoofdstuk 1 vers 26, daar zegt hij, wanneer hij alles geschapen heeft, en dat hij dan de mens gaat scheppen op de zesde, een van die dagen, dan zegt hij laat in Genesis 1, 26,
laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Omdat ze heersen over de vissen der zee, over het gevogel des hemels en over het vee. En over al het gedierte dat over de aarde kruipt. En de Bijbel zegt, en God schiep de mens naar zijn, naar Gods beeld. Schiep hij hem. Hij schiep ze naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Je ziet dat God de mens geschapen heeft, net zoals hij is. Hij is een God van liefde. En hij heeft de mens geschapen om lief te hebben. Hij heeft eigenlijk, wanneer hij de mens geschapen heeft naar zijn beeld en zijn gelijkenis, heeft hij de mens geschapen met die karaktereigenschappen van hem in de mens, waardoor de mens in staat was om elkaar lief te hebben onder alle omstandigheden. Maar heel vroeg gaat u zien dat de duivel alles gedaan heeft om datgene wat God gemaakt had, dat hij de mens geschapen had met liefde, want liefde maakt dat mensen één zijn. Liefde bindt mensen aan elkaar. Liefde houdt mensen staande. Liefde is iets dat je helpt om ondanks alles, hoe die persoon zich ook tegenover ons gedraagt, dat wij blijven om die persoon lief te hebben. We blijven om te doen datgene wat God van ons vraagt. En heel vroeg, nadat God de mensen geschapen heeft, gaan we zien dat de duivel alles gedaan heeft om eigenlijk datgene dat de mens bij elkaar zou houden, eens zou maken, om dat weg te nemen vanuit de mens. En wat doet hij? Hij brengt bitterheid, hij brengt jaloezie in Genesis hoofdstuk 4. Er zijn twee broers, de eerste twee zonen van de eerste twee mensen, Kain en Abel. En op een gegeven moment, ene was, Kain was landbouwer, Abel was schaapherder. Ik ga dit stuk niet lezen. Ik haal die delen even eruit. En de Bijbel zegt dat Abel van de eerstelingen van zijn schapen, van hun vet, de Heer een offer bracht. En God sloeg acht op zijn offer. Maar op die van Kain, Kain bracht van de een offer van de vruchten van de aarde aan de Heer. En de Heer sloeg acht op het offer van Kain, Abel, en die van Kain sloeg hij geen acht. Waardoor Kain op een gegeven moment, je ziet dat hij boos wordt. Hij had geen reden om boos te worden. Hij gaat het nu afreageren op zijn broer. Hij denkt dat het zijn broer zijn schuld is dat God aangeslagen heeft op die van zijn broer en niet op die van hem. En hij wordt jaloers natuurlijk. En die jaloezie slaat om in bitterheid, wordt boosheid, haat. En de Bijbel zegt, wie haat is een mensenmoorder. Je bent in staat, ook al hebt u dat nog niet gedaan, u bent in staat om iemand te vermoorden. En wat gebeurt er? Die haat wordt zodanig bevrucht in hem, opgevoed in hem. En op een gegeven moment wordt het hele bolwerk waar hij niks anders kan doen dan zijn broer te vermoorden. En dat heeft hij ook gedaan. Je ziet dat het plan dat God had met het leven van de mensheid, mensen, je ziet dat er iets anders gekomen is. Dat mensen elkaar niet meer lief hebben. Maar je ziet dat er haat gekomen is, mensen hun harts. Maar natuurlijk, God is en hij blijft de God van liefde. Hij blijft de God die, zoals hij de mens geschapen had, omdat hij van de mens houdt, hij blijft diezelfde liefdevolle God. En hij houdt van mensen. En zijn liefde wordt niet minder voor de mens. Hij blijft dezelfde God. En hij wil van ons dat wanneer we hem hebben aangenomen in ons leven, zijn Zoon Jezus Christus hebben aangenomen in ons leven als onze persoonlijke heiland en verlosser, dan leert hij ons wie hij is, dat hij God van liefde is. Maar aan de andere kant leert hij ons ook om elkaar lief te hebben. Want u moet weten, wij komen uit een bepaalde situatie waar we allemaal dingen hebben meegemaakt in ons leven. En vele van die dingen achtervolgen ons nog steeds. We worden geconfronteerd met bepaalde gedachten,
van dingen die we hebben meegemaakt in het verleden. En die dingen achtervolgen ons. Of die gevoelens die er waren, zijn er nog steeds. En in deze tijd waarin we leven, dat we als iemand iets tegen ons doet, zijn we snel boos, worden snel bitter. We zijn snel harddragend en noem maar op. Maar God leert ons om ons... Hij wil dat wij nu anders gaan leven. In Efeze 4, vers 20 zegt hij, maar gij geheel anders. Efeze 4, vers 20. Hij zegt, maar gij geheel anders hebt Christus leren kennen. Wanneer we Jezus aannemen in ons leven, dan zegt hij, we zijn andere mensen geworden. Van binnen, van buiten zijn we nog steeds dezelfde, we zien nog steeds dezelfde eruit. Maar van buiten zien we dezelfde, maar van binnen, zegt hij, zijn we veranderd. We zijn nieuw geworden. Hij heeft die zondige natuur die in ons was, heeft hij weggenomen. En hij heeft zijn goddelijke natuur in ons geplant. En hij zegt, je bent nu in 2 Korinthe 5 vers 17, zegt hij, zo is dan wie in Christus is. Het is een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dus hij zegt dat we nieuwe schepping zijn geworden. Hij zegt, we zijn anders geworden. Hij zegt in Romeinen hoofdstuk 5, zegt hij ook, in Romeinen hoofdstuk 5, laat hij ons daar zien dat hij eigenlijk zijn liefde in ons hart heeft uitgestort. Romeinen hoofdstuk 5, vers 5. Hij laat ons daar zien dat hij zijn liefde in ons harten uitgestort heeft door de Heilige Geest. Hij zegt, en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus God heeft ons eigenlijk alles gegeven wat de eerste mensen hadden. Die mogelijkheid die God hun gegeven had om elkaar lief te hebben. We hebben gezien dat door die zondeval van de mens de duivel overgenomen heeft in het leven van de mens. Waardoor hij op een gegeven moment, je ziet eigenlijk die eigenschappen van de duivel naar buiten komen. En een van de dingen is, je ziet jaloezie, je ziet bitterheid, je ziet wrok, je ziet haat. En in Jezus Christus worden we nieuwe scheppingen, zegt de Bijbel. In Jezus Christus, wanneer we hem hebben aangenomen in ons leven, dan zegt hij, je bent anders. Waarom? Omdat we, pardon, zijn goddelijke natuur wederom ontvangen in ons hart. En dan zegt hij, je bent geheel anders. In Romeinen 5 zegt hij, dat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Met andere woorden gezegd, dat God ons eigenlijk wederom de mogelijkheid heeft gegeven om onder alle omstandigheden die liefde van God te gaan demonstreren. Om te laten zien dat ondanks de omstandigheden dat we wel in staat zijn om elkaar lief te hebben. Ondanks dat die persoon zich zo tegen ons misdraagt. Ondanks dat die persoon zich zo handelt tegen ons, voor ons. En ons heel veel verdriet en pijn geeft in ons hart. Dat we toch in staat zijn om dan die persoon lief te hebben. Maar u moet één ding weten, dat niet zomaar gaat komen. We gaan een prijs moeten betalen. Het gaat wat van ons kosten. En weet u, wij gaan daar tegenover moeten vechten. Want anders gaan we mensen lief hebben. Maar wanneer de momenten, vervelende momenten, daar zullen zijn. Momenten waar we mensen zullen ervaren in ons leven. En we zullen het ervaren. Dan kan het zijn dat u en ik precies zo zullen handelen als bijvoorbeeld zoals Kain heeft gehandeld. Die zijn broer heeft vermoord. Die bitter is geworden, jaloers is geworden, bitter is geworden. Haat heeft toegelaten in zijn hart. En op een gegeven moment aan het einde van dit amakir in brada. En weet u, God wil ons helpen. En hij zegt in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 22. En dit is heel belangrijk om te weten, lieve mensen. Dat wanneer we elkaar willen lief hebben. En niet met een gemaakte liefde, maar met die echte ongeveinsde liefde van God.
dat we gaan moeten vechten. De Bijbel zegt in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 22. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 22. Hij zegt, nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief. Hij zegt, we moeten, het eindresultaat is dat we elkander van harte en bestendig moeten lief hebben. Het is een liefde dat komt uit je hart. Maar het is ook niet een liefde die vandaag is en morgen iets anders zichtbaar is. U moet één ding weten, dat God zijn liefde voor ons niet verandert. God blijft dezelfde. De Bijbel zegt, hij is gisteren, heden, dezelfde tot in eeuwigheid. Wanneer u de Bijbel leest en wanneer u iets gedaan hebt tegen dat woord van God, gaat u niet lezen dat dat woord ook veranderd is voor ons. Nee, het woord is nog steeds hetzelfde. Wij zijn veranderd. En Gods liefde blijft nog steeds hetzelfde. Wij mensen veranderen. Wanneer mensen tegenover ons anders beginnen te gedragen dan wat ze al die tijd getoond hebben, dan gaat u zien dat wij zelf een bepaalde houding aannemen tegenover onze medemens. En natuurlijk, dat is vanwege die oude natuur van ons, die nog steeds naar buiten wil komen door ons heen. Pardon. Maar wat Petrus ons hier leert, u moet weten dat Petrus zelf, er was een moment in zijn leven, hij heeft 3,5 jaar ongeveer met de Heer Jezus gewandeld. Hij was altijd Hansje de voorste. En aan het einde van de rit, toen de Heer Jezus gevangen werd genomen, heeft hij tot 3 maal toe de Heer Jezus verloochend en gezegd heeft dat hij hem niet kent. Maar nadat de Heer Jezus gestorven is en hij is opgestaan uit de dood en hij zich vertoond heeft aan hun, dan gaat u zien dat de Heer Jezus hem herstelt. Hij veroordeelt hem niet. Hij herstelt hem in die relatie met hem. En God vergeeft Petrus. En daar heeft hij die liefde van God ervaren op zo'n danige wijze, dat eigenlijk, je weet niet wat, op dat ogenblik toen de Heer Jezus zich vertoonde aan hem, wat Petrus meegemaakt zal hebben. Want nu word je geconfronteerd met de waarheid. Jezus is daar en je hebt Jezus 3 maal toe verlogen. Maar de Heer Jezus, hij bleef van hem houden. En hij heeft die liefde ervaren. En was het prettig geweest voor de Heer Jezus ook dat Petrus hem 3 maal toe verlogen heeft? Natuurlijk wist hij, God, hij wist van hoe Petrus zich zou opstellen. Maar aan de andere kant, hij was ook in vlees. Maar je ziet dat hij hem vergeven heeft. En hij herstelt hem. En, pardon. Met diezelfde liefde wil God dat we elkander zullen lief hebben. En Petrus schrijft, hij is de schrijver van dit gedeelte. Hij zegt, nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde liefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief. Luister, lieve mensen. Hij zegt, je moet je ziel reinigen door gehoorzaamheid. De duivel is uit op onze ziel. Als hij onze ziel onder zijn controle kan krijgen, worden we een slaaf van deze duivel. En dan kan hij ons gebruiken om zijn vieze, vuile werk te doen. Als hij onze ziel onder controle kan krijgen, dat heeft hij gekregen met Kain. Dat heeft hij gehad met Adam en Eva. Door hun iets te laten zien dat niet op waarheid berustte. En ze die begeerte in Adam en Eva, die begeerte in haar hart op te wekken, zodat ze van die vrucht heeft gegeten in Genesis hoofdstuk 3. En dat heeft hij gedaan met Kain. Eva heeft gegeten van de vrucht wat ze niet mocht doen. En door die handeling heeft ze eigenlijk die hele heerlijkheid wat ze van God had ontvangen, heeft ze alles verloren. En, pardon. Kain heeft ook zich opengesteld voor deze duivel. En de duivel heeft
controle gehad over zijn ziel, waardoor hij Kain zo ver heeft gekregen, waardoor hij zijn broer heeft vermoord. Wanneer de duivel de controle over ons ziel kan krijgen, gaat hij dingen laten doen tegen ons medemens en tegen God. En Petrus schrijft hier, hij zegt van, de enige manier waar we onze ziel vrij kunnen maken van al die onreine toestanden, is door gehoorzaam te zijn aan dat woord. Dat is de enige. Maar wanneer we praten over gehoorzaamheid, dan is het niet zo makkelijk zoals u dat leest. Maar het is ook niet onmogelijk om dat te doen. Omdat u moet één ding weten. Het is niet een strijd die u voert in uw eigen kracht. Maar het is een strijd die we voeren samen met de Heilige Geest die in ons woont. Die ons de kracht geeft om dan de overwinning te nemen over de situaties die we meemaken in ons leven. Petrus heeft het meegemaakt, pardon, van Jezus. En Petrus zegt van, hij zegt van, je moet je ziel reinigen aan de waarheid. De waarheid is dat woord. Door gehoorzaamheid aan de waarheid zal je je ziel reinigen. Je zal je ziel vrijmaken. Vrijmaken van die bitterheid. Vrijmaken van die haat. Vrijmaken van die jaloezie. Vrijmaken van al die vervelende, onreine toestanden waarmee de duivel de controle wil hebben over ons leven. Hij zegt, door gehoorzaamheid. Dat betekent, u en ik, we gaan moeten worstelen tegen de zonde. Hebreeën 12 vers 4 zegt dat we nog niet ten bloedens toe geworsteld hebben tegen de zonde. Het is een strijd die we gaan moeten leveren. We gaan moeten vechten tegen die zonde. We gaan moeten vechten tegen datgene wat de duivel op ons gooit. Alleen maar dat u en ik onze ziel kunnen reinigen. Wanneer u iets reinigt, maakt u het vrij van vuil. Wel, de duivel wil dat het vuil aan onze ziel kleeft. En de enige manier hoe we onze ziel vrij kunnen maken is door gehoorzaam te zijn aan dat woord. En gehoorzaam zijn, het gaat wat van ons kosten. U gaat moeten bidden. U gaat moeten huilen voor Gods aangezicht. U gaat zijn aangezicht moeten zoeken. U gaat hem moeten aanroepen. Alleen maar dat hij u die kracht geeft, zodat u de overwinning kan nemen. Anders zal ons liefde voor onze broeder, voor onze medemens, niet van harte zijn. Maar het zal één zijn die gemaakt is. En het zal ook niet bestendig zijn. Het zal voor een korte tijd zijn. Wanneer die persoon goed is met ons, hebben we die persoon lief. Wanneer die persoon verandert, zijn wij ook veranderd. Terwijl dat niet de wil van God is. God wil dat we elkander zullen lief hebben van harte en bestendig. En we kunnen dat. Het is niet onmogelijk. Het is alleen wanneer u en ik gaan doen wat God van ons vraagt. Wanneer we gehoorzaam zullen zijn aan dat woord van God. Dan zullen we de overwinning hebben in ons leven. En we zullen onze ziel rein houden. En vrij maken van al die toestanden van deze duivel. Je zal je ziel kunnen bewaren. En door uw ziel. Want als uw ziel vrij is, dan bent u vrij. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. En dan hebt u de overwinning en kunt u uw broeder gewoon recht in de ogen kijken en zeggen van ik hou van u. Ondanks alles wat die persoon tegen u gedaan heeft. Maar dat is een hele studie, het is een hele een weg die we moeten opgaan. Maar het is een weg van gehoorzaamheid. Het is niet de onmogelijke weg, want God is met ons. Jezus is met ons en met hem zijn we meer dan overwinnaars. Ik ben blij dat ik u heb kunnen bemoedigen. Ik hoop dat u iets hebt geleerd vanuit deze korte bemoediging. En dat u het ter harte neemt en dat u het gaat toepassen in uw leven. Voordat ik afsluit, wil ik even met u bidden. Waar u ook bent, u die geluisterd hebt, gekeken hebt naar dit programma. Neem een eerbiedig houding, laten we bidden. Misschien hebt u dingen meegemaakt in uw leven van mensen. Maar u hebt gehoord wat de key is eigenlijk. Hoe wij de overwinning kunnen hebben en dat we elkander van harte en bestendig kunnen liefhebben. Zeg trouwe God en Vader, ik heb uw woord gehoord. En ik heb gezien, heren, dat ik alleen door gehoorzaamheid aan uw woord mijn ziel kan reinigen, vrijzetten van alle dingen van deze duivel. Waardoor ik, heren, een overwinnend leven kan leven. En dat ik mijn broeder
volhard en bestendig kan liefhebben. Heer Jezus, ik dank u wel dat u me zal helpen wanneer ik heb fouten gemaakt. Ik vraag u om me te vergeven. Ik heb mensen gehad, ik heb mensen verdriet gegeven, ik heb mensen vastgehouden in mijn hart, maar ik laat ze los en ik vergeef ze, Heer. En ik bid dat u me die kracht geeft om de overwinning te nemen, zodat ik mensen recht in de ogen kan kijken, zien, Heer, en mensen lief hebben. Heere, help me. Ik dank u voor uw goedheid. Dank u voor uw genade. In Jezus' naam. Amen. God zegen u en tot de volgende keer. Dag.